Zoals elke avond trouwens, komt Lambiek bij Tante Sidonia televisie kijken. Dat was onze Phoenix, met weer een gelukkige winnaar. Zo dadelijk krijgt hij Phoenix, onze beroemde serie te zien. Phoenix valt er weer een heleboel te beleven vanavond. Geheimag en Bucket en Sheriff Roosevelt hebben hun handen vol met hun onderzoek. Merkwaardig, telkens een omroepster in beeld komt, kleeft Lambiek aan het scherm. Ja, Suske, hij wil geen millimeter missen. Zolang die lieve dames op het scherm zijn, is ze niet van het beeld weg te slaan. Lach maar, Sidonia. Jij wilt toch ook altijd zo scherp mogelijk beeld als er een knappe jongen op het scherm komt? Ach ja, ik ben ook maar een vrouw, hè. Na hun verhoor van Beo, de parkiet, zijn ze immers een nieuwe verdachte op het spoor. Veel kijkplezier. Zeg, mannen, is Jerome nog niet terug van de dokter? Zijn onderzoek moet nu toch wel afgelopen zijn? Dat moet hem zijn. Hij zal zijn huissleutel weer vergeten zijn. We zullen het dadelijk weten, want ons Wiske zal wel open doen, hoor. Ik ben benieuwd wat de dokter zei. Als je het mij vraagt, is Jerome kerngezond. Stilte! Mevrouw de barones Lamère de Roddeldaal meldt zich aan. Oh, is waar ook. Nieuwe vriendin. Leren kennen in wachtzaal van dokter. Komt iets vragen. De barones de Roddeldaal? Wat een eer. Treed binnen, mevrouw. Al goed, mijn waarde. Ik passeer slechts even met een kleine vraag. Ik zal met de deur in huis vallen. Ik kom Jerome halen. Jerome halen? Waar kan een vrouw van uw stand nu zo'n primitieveling voor gebruiken? Jerome wordt mijn nieuwe huisknecht. En als een echte butler hoort hij in te wonen bij zijn nieuwe mistress. Maar Jerome, hoe kom je erbij? Al genoeg avonturen gedaan. Allemaal gratis. Nu centjes verdienen. Barones heeft dik pensioen beloofd. Een dik pensioen? Je kent niet eens het verschil tussen magere en vette kaas. Oh, ik vind het niet zo'n slecht idee. Jerome zal zich leren gedragen als een echte heer van stand. Een ietsje later zoekt Wiske Jerome op in zijn kamer. Ah, Jerome, je maakt er nogal werk van, zie ik. Koffers waren zo gepakt. Heb er al maanden op geoefend. We zullen je missen, Jerome. Ja, wie zal s'avonds de auto in de garage dragen? Moet een eigen toekomst denken. Appeltje voor oude dag. Het spijt ons niet dat je vertrekt, Jerome. Hier, ik geef je mijn schenulke mee als aandenken. Enkele dagen later loopt Lambiek bij Tante Sidonia langs om te horen wat zij van Jeromes vertrek vindt. Tante Sidonia zit een beetje in de put na een vreemd berichtje van de melkboer. Ah, Sidonia, je ziet eruit alsof je net een spook gezien hebt. Zwijg me van spoken. De melkboer heeft me net verteld dat het spookt in het kasteel van Roddeldaal, waar Jerome zit. Maar Sidonia, zo'n priestpraat geloof je toch niet, spoken? Laar je apenkool. Hij wist het nogthans van Marie van de Bakker, die het wist van Natasja van den Beenhouwer van Roddeldaal. Vergeet niet dat die melkboer 20 liter per dag minder mag leveren sinds Jerome weg is. Het is toch wel vreemd dat hij nog niet geschreven heeft. Ach, Wiske heeft het vast veel te druk met het leren van zijn werk. Hij vindt niet eens de tijd om een klein briefje te schrijven. Wiske, de postbode heeft een piepklein briefje bij. Zeg, als Jerome nog eens een brief schrijft, laat hem dan met een vrachtwagen bezorgen, hè? Een briefje van Jerome? Dat ziet er zware lectuur uit. Ach, wat. Hij heeft natuurlijk weer in koeien van letters geschreven. Je kent hem toch? Altijd raar doen. Vooruit, tante. Waarop wacht je nog om hem open te maken? Ik ben razend benieuwd. Miljard. Wat is dat nu weer? Een hele berg wasgoed en een piepklein briefje. Eens lezen. Beste vrienden, alles goed met mij. Barones, geen ander personeel. Hierbij vuil wasgoed en beste groetjes. Jerome. Pas aan het werk en al te gierig om zelf zijn was te doen. Van die luiaard viel niets anders te verwachten. Toch vreemd dat hij niks over spoken schrijft. Heel vreemd. Ach, Sidonia, begin weer niet met je spoken, hè. Allemaal glespraat. Maar die avond kan Sidonia de slaap niet vatten. Ze piekert zich suf. Het spokenuur breekt aan wanneer Sidonia haar nieuwsgierigheid niet langer kan bedwingen. Als Jerome maar wakker is, dat hij maar gauw opneemt. Hallo, hier Jerome, butler eerste klas van barones Lamère de Roddeldaal. Met wie heb ik eer? Hallo Jerome, hier Sidonia. Hoe gaat het ermee? Bevalt je werkje een beetje? Tout va très bien, madame. Bedoel, alles goed, Donia. Deksels, wat was dat gedaver, Jerome? Oh, niks. Beetje broem broem. Weet niet wat het is.
Altijd 's nachts rond 12 uur. Hele hok schudt en davert dan. Ben het al gewoon. Tonia, niks van aantrekken. Rommelke vindt het vreemd. Plezant. Proberen uit te wissen. Ik voelde dat daar iets niet klopte. Het spookt er. Morgen gaan we Jérôme bezoeken. Omdat Sidonia blijft zeuren, rijden onze vrienden de volgende dag naar het kasteel van Rodeldaan. Het is verder dan ik dacht. Zouden we er nog voor het donker aankomen? Zeker, Sidonia. Ik zal eens wat doorrijden zoals de Formule 1. Op het wegdek heeft een olievlek met slecht karakter zich echter verdekt opgesteld. Niets vermoedend snelt Lambiek verder. Pas op, Lambiek, we slippen! Geef aan zijn vrienden, ik heb de wagen vast in handen. Als ik zeg, we rijden links de weg af en de gracht in, dan is dat ook links. Miljaar, miljaar! Komt er van een Lambiek? Te hard rijden. Hier staan we nu, in het midden van nergenshuizen. Lambiek's rijkunst trekt nergens op. Zelfs met een botsautootje zou je verongelukken. Hela minuutje, hè, Mister Totaal. Wie heeft 2 weken geleden zijn wagen tot schroot gereden? Geen ruzie maken, jongens. We zouden beter de weg naar het kasteel zoeken. Dat kasteel is hier niet zo ver vandaan, Wiske. Dat vinden we best te voet. Met goede moed gaan onze vrienden op stap. Ze schieten goed op. Maar plots breekt het onweer los. Nog meer pijn. Wat voor koffie. Dat ontbrak er nog aan. En ik heb mijn paraplu thuis vergeten. We mogen niet te snel opgeven. We kunnen aan die man daar de weg vragen. Tussen enkele bomen slaat een geheimzinnige figuur onze vrienden gade. Dag meneer, wij hebben een ongeluk gehad en zoeken het kasteel van Rodeldaal. Kunt u... Wat hebben jullie daar gezoeken? Een bezoeker die daar direct als huisknecht. Goeie grap. Op Rodeldaal is er geen personeel. Alleen de barones. En ga er niet heen. Voor vreemdelingen is het erg ongezond in het kasteel van Rodeldaal. Dodelijk zelfs. Ga er niet heen. Men zegt dat het er spookt. Dat is kras. Waar is hij zo plots naartoe? Hoe kan dat? Hij was toch geen kwaad geest? Onze Tonia, dat zal wel weer een goedkoop trucje zijn. Laten we verder stappen. Ik zie ginds in de verte een toren. Inderdaad. Korte tijd later staan onze vrienden voor de grote poort van het kasteel van Rodeldaal. Verdorie, dat is al de 3e keer dat ik bel. En er komt niemand. Bel wat harder, Lambiek. Ik ben doornat en ik heb het koud. Zonder klepel zal niemand jullie horen. Je zou toch zeggen dat ze daar binnen iets gehoord moeten hebben. Ze zijn toch niet dood? Oei, 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 er wordt gevochten. Ik zal daar wat gaan helpen, nadat ik de deur heb ingebukt. Pas op, Lambiek. Ik geloof dat de poort... al overstond. Is Bik. Herken direct aan onstuimige binnenkomst. Oh, Jérôme, blij je te zien. Wat gebeurt hier allemaal? Hoor de gerucht. Verdacht figuur ginds achter gordijn. Ben een beetje hardhandig geweest. Texas... Dat is toch die man waar we zo net de weg gevraagd hebben? Wat komt hij hier doen? Zelf moesten we hier wegblijven, zei hij. We zullen hem straks, als hij bijkomt, eens aan de tand voelen, Wiske. Dat zal moeilijk zijn, Sidonia. Ik geloof dat hij al weg is. Verdorie, Lambiek heeft gelijk. Hoe kan dat nu? Is vreemd. Zal niet hard genoeg gemept hebben. Laat hem maar lopen. We hebben hem toch niet nodig, die arme sukkelaar. En al die geheimzinnigheid aan Wiske. Wat deed hij hier? Sidonia, niet zeuren. Laat mij eerst een logische gevolgtrekking maken. Als je denkt dat dat iets oplost, maar vooruit dan. Goed, dus ik maak een logische gevolgtrekking. En, hoe doen wij dat? Wel, we ontmoeten die landloper. Hij waarschuwt ons dat het hier spookt. Duik dan hier op. Volgens mij wilde hij ons hier gewoon weghouden. Dat klopt. Ik ben toch knap in logica. Barones komt thuis. Moet snel deur open doen. Vooruit, sneller, uitsloper. Straks is je baronesje kwaad. Had je vroeger zo snel naar school gelopen, dan was je nu veel verstandiger. Wat voor twee? Wat krijgen we nu? Ongelooflijk! Barones,
voeten niet vuil maken. Jas over plasje leggen. Ja, zeer goed, Jérôme, zeer goed. De barones maakt opnieuw kennis met onze vrienden en tante Sidonia brengt haar van het gebeurde op de hoogte. Zeg, Jérôme, dat was galant van je. Zomaar je jas opofferen voor de barones? Is niets. Jas van barones. Op een domein als Rodeldaal hangen altijd verdachte figuren rond. Bovendien verspreiden de dorpelingen de roddel dat het hier spookt. Jullie kunnen best hier logeren om te zien dat er geen vreemde dingen gebeuren. Maar wat is dan dat geheimzinnige gedaver dat ik langs de telefoon hoorde? Allemaal bakenvraatjes. Een ernstig mens gelooft toch niet in spoken, geesten en al die dingen. U hebt groot gelijk, barones. Spoken bestaan alleen in tekenfilms. Wat is dat dan? De lucht er hangt te trillen. Dat is geheimzinnig. Van lichte aardschok meer niet, vrienden. Totaal ongevaarlijk. Jérôme, breng onze gasten naar hun kamers. Zo vlug mogelijk. Begrepen? Jérôme brengt zijn vrienden snel naar hun kamers. Weldra ligt iedereen te slapen. Maar om middernacht wordt men in enkele kamers wakker. De zinnige kadaver waart weer rond in het kasteel. Jandoren, jongens, die deur is op slot. Wat zeg je nu, tante? De deur is op slot. We kunnen er niet uit. Het is onbegrijpelijk. Oh, als Lambik ontdekt dat hij opgesloten is, zullen we snel verlost worden. Hij houdt niet van kooitjes. Godverdomme. Daar steekt Jérôme weer achter. Lambik is door zijn open slaapkamerraam gevallen. Dat is het dan, weer een onschuldig slachtoffer van de zwaartekracht. Het is wibip, lang geleden dat ik wibip, nog zo'n mooie, gladde wibip, een springplank had. Dit klautert vlug uit de slotgracht en hoort... Ah, help! Hier en ginder, weer ontdekt. Ik zal het nooit vinden. Jérôme, help mij. Barones, niet zo kwelen. Kom maar aan. Geheimzinnige zal niet ontsnappen. De zwerver vlucht door de gangen van het kasteel. Jérôme zit hem dicht op de hielen. En Lambik komt net bij de kasteelpoort aan. Verdorie, er komt iemand naar buiten. Wie mag dat zijn? Wie het ook is, ik grijp hem bij zijn kraag. Dicht. Is het moment? Ik heb er een, al is het een verkeerde. Inderdaad. Big Abuis zit in verkeerde trein. Dat is best mogelijk, maar zo kunnen we hem ook inhalen. Big Loslaten heeft geen kaartje gekocht. Iets later verschijnt Jérôme alleen het kasteel. Is ontsnapt. Schuld Big moest weer zo nodig held uithangen. Je kent niet eens verschil tussen Jérômeke en zwerver. Wat er ook van zij, het is hier niet thuis. Barones, u kan hier niet alleen blijven. Ik weet het, maar niemand wil hier in dienst treden. Iedereen is bang voor de spoken, de aardschot. Mevrouw, zo ik gehoor geef aan mijn edelmoedig en uitermate opofferend hart, dan wil ik de diensten van mijzelf en mijn vrienden aanbieden. Oh, u maakt mij reuze gelukkig als dat zou kunnen. Ziezo, Sidonia. Die zaak is weer mooi geregeld. We blijven. Tja, dat biedt ons een unieke kans om alle geheimzinnigheid eens tot op het bot te onderzoeken. Mevrouw de barones, uw nieuwe huispersoneel staat tot uw beschikking. Zeer goed, zeer goed. Ik ben tevreden. Sidonia en Wiske zorgen voor de kamers. Suske voor de tuin, Jérôme blijft kamerknecht. En Lambik wordt kok en chef van het personeel. Zo zijn onze vrienden in dienst van de barones om discreet een onderzoek te kunnen doen. Op een morgen aan de ontbijttafel. Ontbijt barones is opgediend. Slappe thee, toast, suiker, melk en sinaasappelsap. Wens barones smakelijk eten. Links, Jérôme. Jij wordt al een echte eerste rangs butler.
Alleen ben je vergeten de sinaasappel uit te persen. Zo gepiept. Eventjes knijpen. Oh, Jérôme, toch. Dat moet je toch niet met je handen doen. Heb al met voeten geprobeerd. Lukte niet. In de hal tikte de geheimzinnige bedelaar tegen het raam om Jérôme te wenken. Suske, die aan het werk is in de tuin, merkt dat op. Deksels, die zwerver en Jérôme. Wat betekent dat? Ik vond al dat Jérôme zo zonderling deed. Ze zijn iets van plan. Waar ik het mijne van moet weten. Ze zijn iets te goede vriendjes naar mijn zin. Ze voeren vast en zeker niets goeds in hun schild. Ik ga vlug Lambiek waarschuwen. Een verdamde onschuldige hark denkt daar echter anders over. Au, au! Ik zal dat even moeten uitstellen. Wanneer Suske weer bij zijn positieve komt, zijn Jérôme en de zwerver verdwenen. Hij doet zijn verhaal aan onze vrienden. Wat zal dat betekenen? Jérôme en die zonderlinge zwerver die onder één hoedje spelen? Telkens als er sprake is van die zwerver, wordt de barones zenuwachtig. We moeten en Jérôme en de barones op de mannen vragen wat er aan de hand is. Potjandori, we zullen eerst Jérôme aan de tand voelen. Goed idee. Ik zal die Neandertaler het vuur eens aan de schenen leggen. Praten zal hij. Hemel, dat loopt mis. Pardon, Jérôme. Ik had je niet zien staan luisteren, Vinker. Linkhoor, Lambiek, nu weten we alles wat we moeten weten. Stil, Wiske. Lambiek zal het wel vragen, hoor. Oké, uit de kluitige wassen tuinkabouter. Ik heb er genoeg van. Wat is hier allemaal aan de hand? Vreselijk geheim op kasteel. Wilde het met jullie delen, maar mag niets zeggen. Dat is het toppunt. Van je vrienden moet je het hebben. Dank je hoor, Jérôme. Wat een lef, Jérôme. Sta je aan onze kant of aan die van de geheimzinnige vagebond? In twee woorden, drie dingen zeggen. Ik ben altijd beste kameraden geweest. Maar elkaar goed begrijpen. Moet leren, meneer, Jérôme zeggen. Op het kasteel is de toestand tussen Jérôme en onze vrienden bijzonder gespannen. Tot tijdens een paardritje van de barones de bom figuurlijk barst. Daar is ze. Nu of nooit. Eindelijk heb ik je. Ah! En ditmaal zul je me zeggen waar het verborgen is. Help! Help mij, help! Hulpgroep. Daar in de dreef. De barones is op hol geslagen. Help! Help toch! Meteen snelt Lambiek de voorthollende barones ter hulp. Ondertussen slaat de vreemde zwerver wijselijk op de vlucht. Bij de slotbrug weet Lambiek de barones te kalmeren. Maar het is haar allemaal te veel geworden. Ik heb er genoeg van. Ik vertrek onmiddellijk op reis. En tracht die vreselijke landloper te pakken. Eerder zal ik niet terugkomen. Gelijk heb je, barones. Neem het er maar eens van. Je hebt zo'n reisje verdiend. Ik vertrouw jullie zo lang de zorg over mijn kasteel toe. Veel succes met de jacht op de landloper. Terwijl de barones op reis is, regelt Lambiek de dagelijkse gang van zaken op het kasteel. We moeten op onze hoede zijn, vrienden. Jérôme houdt ons scherp in het oog. Hij voert iets duisters in zijn schild. Maar vannacht, wanneer hij denkt dat we slapen, doorzoeken we elke hoek van het kasteel. Zo hoor ik je praten, Lambiek. Dat wordt reuze spannend. Sst, niet te luid praten, Wiske. Jérôme luistert misschien mee. Vrienden slapen rustig in kamer. Alleen Suske buiten. Landloper signaal geven. Driemaal op en neer betekent komen, maar pas op voor achtervolgers. Het lang verwachte teken. Hier mijn antwoord. Ik zal voorzichtig zijn. Als ik het niet gedacht had, daar heb je hem weer. In stilte voortschrijdend verdwijnt de landloper in het struikgewas. Behoedzaam sluipt Suske hem achterna. Deksels, hij is voor ons verdwenen. Dat moet ik nader onderzoeken. Wiske, hou jij hier de wacht. Let vooral op Jérôme's kamer. Sidonia en ik gaan naar de torens. Oh, ik vind het hier maar akelig.
Ik verberg me wel in die koffer. Van daaruit kan ik even goed de wacht houden. Bliksems, er komen rare geluiden uit die koffer. Vermanie, Wiske, niet bang zijn. Fred, ik moet me ergens verbergen. Tussen mij en Jerome kent niemand deze geheime gang. En dat is best. In alle stilte sluipt de landloper door het kasteel op zoek naar Jerome. De landloper in het kasteel? Wat heeft dat te betekenen? Slapen allemaal. Kunnen Hut eindelijk rustig onderzoeken. Daar moet ik Hut mijne van weten. En licht. Daar zullen die twee stiekemers zijn. Deksels, ik heb het al drukker geweten in deze kamer. Onbegrijpelijk. En daar een stukje blouse van tante Sidonia. Die is hier dus geweest. Hemel, verstommel op de trap. Jerome en de landloper. Ik moet me dringend verbergen. Maar er is hier alleen maar een open raam. Ik meen daar boven een geluid te horen. Laat ons dat controleren. Oei, daar zijn ze. Ik heb geen keuze. Vreemd? Niemand? Zie ook niks anders dan jouw voeten. Ben zeker wat nerveus van zenuwachtigheid. We mogen geen risico lopen. We moeten Hut vinden voor de barones terugkomt. En liefst ongestoord. Hebben haast. Zal opening naar geheime gang forceren. Toch heb ik het gevoel dat hier ergens vlakbij gevaar dreigt. Geen tijd om te piekeren. Ben er al doorheen. Je hebt misschien wel gelijk. Maar ik ga toch eens door dat raampje kijken. Word ik zeker en vast betrapt? Niet door raampje kijken. Beter lantaarn geven. Bijlichten in gang. Oef, dat was nipt. Een meevaller. Niet echt een meevaller, Wiske. Want het is middernacht. En het kasteel begint te daveren op zijn grondvesten. Ook dat nog. Er zit niets anders op dan me te laten vangen. Jerome, excuseer me maar. Een geheime gang? Tante en Lambic zullen die ook ontdekt hebben. En Jerome en de zwerver zitten hij nu op de hielen. Ik wil ook wel eens weten wat ze daar beneden te zoeken hebben in de duisternis. Naderen het. Wordt luider en hevig. Licht uit. Daar. Lambic en Sidonia. Ze zijn ons voor. Hierachter zit de oorzaak van alle gedaan. Sidonia, geef eens een haarspeld. Een haarspeld? Wat wil je daarmee beginnen? Dat slot openprutsen. Zoals al die detectives dat doen op tv. Je weet wel, Saucisson, Impossible en zo. Ziezo, dat is al voor elkaar. Een makkie. Weten niet wat hen te wachten staat. Moeten ingrijpen. Nee, nog niet ingrijpen. Laat ze spijt krijgen dat ze de koffer ontdekt hebben. Lambic, wees voorzichtig. Je weet nooit. Toch niet voor zo'n gewone koffer, Sidonia. Denkelijk zitten er wat oude juwelen van de barones in. Een gewone koffer, waarom trilt ze dan? Aan de kant! Berg je, Sidonia. Dit is het ogenblik om de kist buiten te maken. Vooruit, Jerome. Vooruit, Sidonia. Houd die kist dan toch tegen. Tegenhouden. Jij hebt makkelijk praten, Lambic. Maar kom, omdat je het zo vraagt, wil ik dat klusje wel opknappen. Bravo, Sidonia. Mooi gedaan, zeg. Tijd dat de Lambic ingrijpt. Hopla! Jerommeke zich eventjes mee bemoeien, zal rap gedaan zijn. Houd de kist, ferm upperkutje geven. Wel, daar heeft de koffer niet van terug. Als ze denken met dat wild koffertje stilletjes te kunnen verdwijnen, hebben ze het mis. Kom aan, Jerome. We brengen de kist naar onze geheime schuilplaats. Ben al weg. Daar zal ik eens een steentje voor steken, zie. Rommelke, omvergehaald door werpkunsten van Wiske. Zelf kistje opgooien. Deksels, nu ontsnappen ze nog. Wiske, steen misgegooid. Kijk niet op kilootje meer. Tante, Lambic, vlug, doe iets. Die twee zijn er met die geheimzinnige kist vandoor. Geen probleem, Wiske. Let maar eens op. Een schot met mijn alarmpistool zal hen zeker tot staan brengen.
Ik heb nog 5 schoten, maar dat zal ik maar laten. Het wil niet zo erg lukken vandaag. Ondertussen is Jérôme met zijn vracht toegekomen in de gangen van het kasteel. Zijn allee. Best, kofferkist nu openmaken. Nee, Jérôme, niet doen. Ik zei toch dat de inhoud alleen mocht vrijgegeven worden als... Op dat ogenblik komt Suske uit de kist. Jakkes. We zijn niet langer alleen, Jérôme. Sus komt weer roet in eten gooien. Zoals gewoonlijk. Zeker. En er zal hier het een en ander opgehelderd moeten worden. Beter snel ophoepelen. Jérômeke zal wel alleen oplossen. Ik heb de geheime gang ontdekt die van het bos tot in deze kist loopt. Maar nu is het geheimzinnige spelletje uit. Ah, Suske, je hebt ze gevangen! De landloper maakt dankbaar gebruik van deze kans om te verdwijnen. Verdorie, hij is ribbedybied. Dat is erg jammer. Helemaal niet, Suske. De grootste deugniet zit hier nog. Jérômeke, geen deugniet. Pik onthouden. Beleefd blijven. 2 woorden gebruiken. Vooruit. Vertel op. Wat zit er in die kist? Meneer Jérôme. Pik, kalm blijven. Ben nog altijd meester van situatie. Als jij denkt dat het genoeg is om ons die kist af te pakken en dan te mogen zwijgen, dan kan ik je... Pik gaat lelijke woorden gebruiken. Oppassen. Beter kalm blijven. Doe, Jérôme. Vertel ons wat in die kist zit. Wees toch redelijk. Wij zijn je vrienden. Kist mag alleen open als barones thuis is. Woord gegeven aan landloper. Inhoud van kist. Zeer gevaarlijk. Pik... Lompe handen afhouden. Ik en Sidonia hebben de kist gevonden. Wij hebben het recht om te weten wat er in de kist zit en het aan de barones terug te geven. Bijna akkoord. Pik zich even inhouden. Goed. Ik bedwing mezelf. Jérômeke, kist afgepakt. Jij niet sterk genoeg om terug te pakken. Zal sportief zijn. Kaart spelen. Wie wint, krijgt kist. Maar niet openen voor barones terug is. De kaarten liggen op tafel. Wat zullen we spelen? Bridge, poker? Allemaal te ingewikkeld. Beter 21er. Ik ben niet gewoon te kaarten. Daarom simpel spelletje. Kom op, Jérôme, afnemen om te zien wie de bank krijgt. Er is keuze tussen 1 van die 2 hoopjes. De hoogste kaart krijgt de bank. Ik zal eerst kiezen. Het recht staat aan mijn kant. Dus moet het lot mij gunstig gezind zijn. Ruiter 8. Mager beestje. Lot schijnt recht aan laarste lappen. Miljaar. Dat begint slecht. Jérômeke, zo goed als gewonnen. Dori. Schoppen 7. Pik heeft bank. Het grote spel om de kist begint. De kaarten zijn verdeeld. Wat doe je, Jérôme? 18. Het is net te weinig en een kaart bijnemen kan fataal zijn. 18. Stom getal. Te weinig. Kaart bijwaren. Kaart. Meevallen. Heb nu 19. Moet minstens 20 hebben. Hij glundert, dus heeft goede kaarten. Ik moet bijnemen. De bank heeft 20. Alleen met 21 win je. Bik gelijk. Hebt gewonnen. Hoera! De kist is van mij. Van mij! Suske, denk je niet dat we... Jérôme, een goed verliezer heeft recht op een frits glas fruitsappel. Drink en vertel eens iets over die landloper. Gezondheid, maar zal niks vertellen. Zeg Sidonia, mij moet je niks aanbieden hoor. Ik heb alleen maar de kist gewonnen. Lambeek, hou op. Begin weer niet, hè. Lambeek, het is helemaal geen gewoon fruitsap, slimmeke. Wat bedoel je? Het was een slaapmiddel. Nu kunnen we rustig met de kist verdwijnen. Onmiddellijk laden onze vrienden de kist in hun auto en vertrekken ze ermee naar de Ardennen. Ze nemen de kist mee, ik moet hen volgen. Zeg, tante, we zijn toch van die kist af voor middernacht. Wees gerust, Wiske. Voor de avond valt zijn we bij een diepe kloof waarin we de kist kunnen werpen. Niemand kent die kloof. Er zal geen haan meer naar de kist kraaien. Niemand?
behalve de landloper die onze vrienden op veilige afstand volgt. Die avond laat tante Sidonia de auto halt houden aan de voet van een verlaten helling. Daarboven is het. Vooruit, Lambiek, haast je wat. Sidonia, als je zo gehaast bent, draag die kist dan zelf, hè. Tante, hier gaat de kloof al. Je hebt gelijk, Wiske. Laat ons vlug Lambiek helpen met die vermalendijde kist. Wauw, die kloof mag er zijn, Wiske. Daar zal niemand de kist zoeken. Kinderen, kom eens een handje helpen om die kist de afgrond in te slingeren. Maar tante, zouden we eerst niet eens kijken wat erin zit? Nee, niet doen. Wie weet welke vreselijke monsterachtigheden ze verbergt. Doe nu, tante. Even kijken kan toch geen kwaad. Er wordt hier niet gekeken. Ik heb die kist hierheen gesleept om ze in de afgrond te slingeren. Dus gaat ze ook de afgrond in. Daar zie ik. Ziezo, die ligt daar goed. En ze blijft er ook. Geen kat heeft opgemerkt dat we ze hier hebben ingegooid. Lambiek heeft natuurlijk buiten de landloper gerekend. Vanavond haal ik ze weer naar boven. Kom kinderen, het is al laat. We gaan overnachten in een hotelletje hier in de buurt. Wiske beraamde echter een gedurfd plan. En die nacht, als iedereen slaapt, sluipt ze samen met Suske naar de kloof. Voorzichtig hoor, Wiske. De kloof is diep en steil, heel gevaarlijk. Kijk, zoals daar ligt ze. Laat ons haar vlug openen. Eerlijk gezegd ben ik wel wat bang. Wie weet wat erin zit. Pas op, Wiske. Licht uit. Er daalt iemand langs het touw af. Suske en Wiske verbergen zich snel in een duistere stelling. Het touw bewijst dat er nog iemand bij de kist geweest is. Maar te bang was om ze te openen. Deksels. De landloper is ons gevolgd. Hij gaat de kist openen. De kist is open. De enige taak is volbracht. Haar vreselijke inhoud zal vanzelf de weg naar het kasteel wel vinden. Oh, hij is weg. En hij heeft de kist zomaar laten liggen. Doch het is middernacht en de kist begint weer te trillen. Suske, het deksel beweegt. Oh, wat moeten we doen? Hemel, ze gaat open. Oh, Suske, ik ben bang. We zijn weer wat begonnen. Kom op, Wiske. Die kist moet weer dicht. Kost wat kost. Volhouden, Wiske. Suske, me niet opjagen, hè. Het is niet zo simpel, hoor. Ah! Lieve help, Suske, we zijn weer wat begonnen. Wat ontsnapt. Vooruit, broeders van het gif en de leuken. De vrijheid wacht ons. Suske, alles loopt mis. Ik ben bang. Pas op, makkers van het venijn. We zijn niet alleen. Wie zijn jullie? Wat willen jullie? Je kent ons niet. Luister dan. Wij zijn de spoken van de lasten. De baronet Lamère de Roteldaal heeft vroeger zoveel kwaad gesproken dat haar woorden spoken geworden zijn. Toen dat gebeurde, sloot ze ons op in de kist uit angst voor onze wraak. Laster wreekt zich altijd op de lasteraar. Haar broer, de burgemeester van Roteldaal, werd door haar laster uit zijn ambt ontzet en is nu een gebroken man. De landloper. Rekenen is ons bros, recht zal geschieden. Broeders van Gal en Gif, wat zal er nu gebeuren? Wij zullen hem wreken, zijn wraak zal zoet zijn. Hij zal de baroness sterk, hij is haar tot het bittere einde. Wij gaan naar het kasteel. Suske, dat is vreselijk, wat kunnen we doen? Zie hoe wij al de broeders op verheugen in het vooruitzicht de baroness met zijn doodsterren. Wacht even, mijn vereerde Judassen. We zijn hier iets vergeten. Wiske, wat de barones vroeger ook gedaan heeft. We moeten die kwelduivels tegen houden. Kom aan, naar boven. Wiske, we hebben het touw losgemaakt. We komen hier nooit meer uit. We zitten voorgoed opgesloten. Niemand weet waar we zijn. De volgende morgen vinden Lambiek en tante onze vrienden in de kloof. En verlossen ze hen. Suske en Wiske doen hun hele verhaal, maar tante is onvermurwbaar. Het is proper. Er zomaar s'nachts op uittrekken en je gevangen laten zetten in een kloof. Tante, sorry hoor, maar zouden we niet beter die spoken vangen voor ze het kasteel bereiken? Suske heeft voor één keer gelijk. Kom aan naar de auto en erachteraan. Zo, vanaf nu zijn we spokenjagers. Haha, die spoken zullen eens wat leven. Mijn dierbare venijnskuur, mijn spokeninstinct vertelt me
dat die vage kinder ons achtervolgt. Een eindje verder is er een uitstekend plekje om hen de verrassing van hun leven te bezorgen. Liever, ik vlot een gezellige behoefte om deze zware steen naar beneden te gooien. Met een vernietigende snelheid valt de steen recht op de wagen van onze vrienden. Miljaar. En ik had hem gisteren pas gepoetst. Het zijn de spoken. Ze zullen voor ons in het kasteel aankomen. Dan hoe is het mogelijk? Die zes spoken willen de barones aanvallen. Wij zijn machteloos en jij lacht je te pletten. Je vergeet één ding, Wiske. Laat die spoken toch lopen. Wij hebben alle tijd van de wereld. De barones is immers niet thuis. Ze zullen alleen onze slapende Jérôme vinden. Pot voor koffie, dat is waar ook. We zullen hem opbellen. Hij is misschien al wakker. Iets later vinden onze vrienden onderweg een gezellige herberg. Eerst een garage bellen om voor de auto te zorgen en dan het kasteel waarschuwen. Het is in orde, vrienden. Er wordt niet opgenomen, dus Jérôme slaapt. Hallo. En de baronet is nog steeds op reis. Hallo, hier de baron en de Rodeldaal. Sapristi, ze is wel thuis. Wat erg. Mevrouw de barones, hier Lambiek. Gegroet, mijn beste. Vertel mij eens wat hier allemaal gaande is. Ik vind hier... Lambiek, zeg haar dat ze moet vluchten. Vertel dat de spoken. Natuurlijk, Sidonia. Maar laat onze werkgeefster eerst uitpraten. Hallo, hallo. Op hetzelfde ogenblik beramen de spoken een geestenlolletje. Spoken van de laster ondermijnen alles. Daar gaat ie. Groot telefoonzalen waar langs men de baronet van Rodeldaal probeert te waarschuwen. Vlug, zeg het dan, Lambiek. Barones, hallo. Te laat, de verbinding is verbroken. Ja. Er zit niets anders op dan de spoken te vangen. Onze vrienden beginnen daar dan ook dadelijk mee. Als we die spoken op tijd willen vangen, zullen we toch iets sneller moeten reizen, hoor. Je hebt gelijk, Lambiek, maar wat wil je doen? Ons gedrieën dragen? Nee, Wiske, we gaan liften. De eerste wagen die voorbij komt, houden we aan. Droom maar verder, hoor, Lambiek. Hier is in geen uren een wagen langs gereden. Nu wel. Kijk, ginds komt er een aan. Onze vrienden hebben geluk. Ze moeten maar aan een wagen denken en er komt er alleen voorbij. Liefde is mijn sterkte. Ik zal de chauffeur met mijn vrouwelijke charme zo overtuigen om te stappen. Minuutje, Sidonia. Het was mijn idee. Ik zal die auto wel tegenhouden. Dan zal je je moeten haasten, Lambiek, want hij stopt al. Ik ben eens benieuwd hoe hij gaat regelen dat we met z'n vieren mogen meerijden. Meneer de automobilist, gezien de tijd waarin wij leven en de techniek dagelijks met rassen schreden voorwaarts springt, is dit uw kans om aan de wereld een voorbeeld van naastliefde te geven door mij en mijn vrienden mee te laten rijden. Deksels, het zijn de spoken, ze sleuren Lambiek mee. Zeker, mijn waarde sterveling, maar niet te ver. Net voldoende om je briefje te bezorgen. Verhip, ze gooien hem er weer uit. Oei, 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 oei. Die duivelse spoken, ze hebben die auto vast gestolen. Is gauw lezen wat ze schrijven. Beste achtervolgers. Gelieve ons met rust te laten. Zo niet zullen wij staalhard toeslaan. Van harte, de zes spoken. Miljaar, ik zal die spoken uitroeien, verdelgen en vermorzelen. Zowaar ik Lambiek ben. Kijk daarboven. Er komt nog meer narigheid uit de lucht vallen. Verhip, die lijkt een motor van te hebben. Een vliegtuig dat niet vliegt heeft geen reden van bestaan, hè? Hé, hey, Lamakker, wat ben je van plan met dat mooie vliegtuig? Vliegtuig? Die bak roest. Een oude koffiemolen die altijd blijft haperen, is het, jongen? Mag ik eens onder de motorkap kijken? Ik ben nogal technisch. Doe maar! Als je nog tegen daar zo'n ding aan de praat krijgt, mag je het houden. Lambiek, hoe denk je dat op te lossen? Je hebt niet eens werktuigen. Met of zonder werktuigen, binnen de 5 minuten draait de motor. Je zal zien dat het lukt. Als Lambiek aan iets begint, maakt hij het ook af.
Wel, jongens, al die haarspelden waarmee ik de kous van Sidonia aan de carburator vastgemaakt heb, het uithouden, en waarom zou ze dat niet? Dan hebben we die spoken zo te pakken. Wees maar gerust, Lambik. Ik koop altijd haarspelden van roestvrij staal. Edele kornuiten, mijn waakzaam spokenoog herkent onze achtervolgers in dat vliegtuig. Wij moeten hen neerhalen. Als ik me niet vergis, is dat de auto van de spoken daar beneden. Ze kunnen ook moeilijk in de lucht naast ons komen rijden, hè, Sidonia? Wat doen ze achtervolgers de spookjes tegen een vliegtuig, beste vriendje? Ze blazen ballonnetjes op, zomaar voor de lol. En laten deze opstijgen met een staafje dynamiet eraan. Bliksems, als dat dynamiet is, ziet onze toekomst er lawaaierig uit. Wat je zegt, Sidonia. Ik vrees dat we sneller zullen landen dan verwacht. Ons landingsgestel is stuk. Dat wordt een noodlanding. Ga hem op je hoofd staan. Ik keer het vliegtuig. Nu stevig vasthouden en remmen wat je remmen kunt. Dat is goed afgelopen. Een noodlanding uit de duizenden, als ik het zag. Met dat al zijn we de spoken wel kwijt, natuurlijk. Toch niet. Ze houden halt daarbij ginds ze verlaten ruïne. Ik vermoed dat ze zich daar overdag schuilhouden om vannacht verder te kunnen reizen. Tegen de avond verbergen tante en Suske zich aan de voorkant van de ruïne. Terwijl Wiske en Lambiek de achterkant voor hun rekening nemen. Hallo, gekuifde goudvink, roept Kalende Adelaar. Antwoord alsjeblieft. Hier, Lambiek, luisteren. Tante roep je op. Hallo, Kalende Adelaar. Suske en ik liggen pal voor de ingang. Ik zie een auto. Als ik het zijn geef, dan... Gekuifde goudvink, commandeer iemand anders, hè. Eerst ga ik hun auto buitmaken. Kalende Adelaar, doe dat niet. Ze hebben een wacht uitgezet. Inderdaad. Een van de spoken houdt onvervaard de wacht bij de auto. Die neem ik er wel bij. Kom maar, Wiske, volg mij. Ik heb geen adviezen nodig. Dit is Lambiks werk. Zou je dat wel doen, Lambik? Die spoken zijn ook niet van gisteren, hoor. Zijn naar Sidonia. Laat haar de schildwacht naar buiten lokken. Daar komt Lambik. Wedden dat hij alles zal verprutsen. Doe het maar, gekuifde goudvink. Hij wil eerst hun auto, om hen te beletten nog verder te vluchten. Het idee is goed gestrikt, de kanarie, maar ik ben er niet gerust in. Met een flitsend licht leidt gekuifde goud, Sidonia, de wacht af. Wat lukt? Hun schildwacht trapt in de val. Fantastisch! Dat vreemde licht moet ik snel verzoeken, anders krijg ik van mijn kalkenbroeder gegarandeerd op mijn kop. Die heb ik! Ziezo, dat is er een. Die zal geen kwaad meer uitsteken. Mooi de zak in. Nog 5 lastpakken te gaan. Maar eerst de wind uit de zeilen halen. Dat heeft ons Wikske goed gefixt. Hopelijk verloopt de rest even vlot. En nu de buit in veiligheid brengen zonder lawaai te maken. Gelukkig hebben die spoken op deze helling geparkeerd, zodat ik kan rijden zonder de motor te starten. Wat is er, gestrikte kanarie? Is er een spook in je buurt, Wiske? Hallo, gekuifde goudvink. De spoken hebben de motor en de remmen uit de auto gehaald. En Lambik snort aan een helse vaart die helling af, jongens toch? Sidonia wou de leiding nemen. Wel, laat haar dit maar eens nadoen. Ik ben nog geen 2 minuten bezig en ik heb al een auto en een spook. Maar lieve God, gekuifde goudvink, dan moeten wij hem onmiddellijk waarschuwen. Weet het al, Wiske? Tegen het noodlot is zelfs een supergeniale intelligentie als de mijne niet opgewassen. Het is goed afgelopen, gestrikte kanarie. Lambik kruipt ongedeerd tussen de wrakstukken uit. Oké, ondertussen probeer ik uit te vissen waar die spoken slapen. Over. Het spookje dat Lambik vindt, heeft zich kunnen bevrijden door de botsing met de rots. Godverkoppie. Hoe kan ik die stommiteit aan Sidonia uitleggen? Ik zie haar al voor me staan en zeggen, dat komt er van Lambikje. Oh, hemel, dat spook heeft Lambik knock-out geslagen en neemt de benen. Mijn speelt ze vanuit de weg voor die stervelingen en overmeesteren. Oh, Sidonia zal daar een stokje voor steken. Hé, hey, tante, lok hem hierheen. Ik verkoop hem een oplawaai van de bovenste plank. Alarm! Wakker worden!
Oei, 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 Wiske, dat was er niet naast. Als tante haar geheugen maar niet kwijt is. Sorry, Wiske, net nu. Nu er nergens in de buurt een kapper te vinden is om hem permanent bij te werken. Sorry, tante. Het was eigenlijk voor dat andere spook bedoeld. Kom aan, vooruit van de lachter. Wij maken korte metten met die stervelingen. Oei, oei, zuske. Ze zijn met zoveel. Wat kunnen we doen? Ziezo, en ik heb een steentje om de hemel te beginnen. Pas op, Wiske. Bukken, als je geen blauwe plekken wil hebben. Slingers er nog een steen aan in tijd van Natter. Ik zal ze eens met stenen leren gooien, zie. Kijk maar. Om mij te raken moet je vlugger opstaan. Kom aan, dienaars van de leugen. Maak gehakt van die stervelingen. Vertrappel hen. Wat had meneer gedacht van een maatje 46? Hopla, nog een steen voor een liefhebber. Net ballen gooien op de kermis. En ziezo, daar gaat er nog één. Oh, Tuske gaat nog altijd keer. Hij is in topvorm. Constante Sidonia ook, hoor. Ze zijn verdorie zonder mij begonnen. Dat kan alleen maar slecht aflopen. Rustig, Sidonia. Je moet die spoken zo niet aanpakken. Laat mij dan maar eens voordoen. Lambeek, nu is het genoeg met je bemoeizucht, ja? Laat me gerust. Ik weet wat ik doe. Lach maar. Een steentje valt nooit ver van de muur. Als je dat zo vindt, mij goed hoor, Sidonia. Zolang ik maar de lijn... Jandori, daarboven zit er nog één. Verzamelen jullie die spoken hier beneden. Ik neem die muurklimmer wel voor mijn rekening. Terwijl Suske de ziel uit zijn lijf rent om zijn spook te vangen... en Lambiek een nieuw en listig krijgsplan overdenkt... zetten Wiske en Sidonia de uitgetelde spoken gevangen in een net. Hopelijk kan Suske die laatste ook nog vangen, Wiske. Dan is alles weer goed. Suske is een echte bolleboos. Dat zal wel loslopen, tante. Ik heb je. Blijf staan, makker. En geef je over. Je treft het ventje. Wij gaan harde maatregelen treffen. Jullie spel is uit. Jij bent het laatste spook op vrije voeten. Allemaal, vind je? Je vrienden zullen het nog moeilijk krijgen. Ik zal je schouw laten ophouden met bluffen, zie. Winnie, Widi, Witchie. Het laatste spook de zak in en weg, gesar. Luister, Wiske. Zeg, luisteren. Wat zouden ze zeggen? Het schijnt wolf te zijn. Ze hebben er echt plezier in, zou je zeggen. Ik zal eens luisteren, Vinken. We zullen... Ze hadden het over dynamiet en zo. Oh, tante, je moet dringend van kapper veranderen. Je nieuwe permanent is al helemaal uit model. Genoeg gelachen. Ondertussen zijn die spoken toch mooi ontsnapt. Zeg, waar is Lambiek? Die was toch bij jullie? Ons Wiske zal die wandelende brombeer eens gauw gaan zoeken en vinden, hoor, zuske. Wat, Jandori? Lambiek is weg. Er is alleen wat platgedrukt gras over en een kuil in de grond. Lambiek is onvindbaar, jongens. Nergens te zien. Plots weer klinkt een vreemde, plagerige stem uit de walkie-talkie van onze vrienden. Hallo? Hallo? Hier de lieve spookjes. Wij hebben jullie dikke, kale vriend ontvoerd. We staan dus gelijk. Inderdaad. We hebben een van jullie vriendjes. Wat stellen jullie voor? Laat ons vriendje vrij. Of wij laten Lambiek in een boot naar de waterval drijven. Oké, de kansen staan gelijk. Laat ons de gevangenen uitwisselen. Wat zeggen jullie daarvan? We zijn akkoord. Breng ons vriendje naar de rivier. Jongens, we moeten hem beetnemen om Lambiek te redden. Berg het spook in mijn rugzak op en vul die juttenzak met gras. Geen foefjes. Eerst Lambiek loslaten of... Wees gerust, sterveling. Wij plaaggeesten werken met vertrouwen en zware stukken hout. Hallo, wij hebben jullie met een duivels genoegen beetgenomen en laten Lambiek toch naar de waterval drijven. Kom, makkers van de leugen, op naar Rodoldal om de barones te plagen. Help! De spoken zijn langs de oever gevlucht, met de zak.
Laat ze lopen. We moeten eerst onze lambiek redden. Daar beneden is een garage. Daar kunnen we misschien een snelle wagen huren om de bocht in de rivier af te snijden. Hiermee zijn we zeker voor lambiek bij de waterval. En als we lambiek hebben, zullen we die spoken eens en voorgoed aanpakken. Tante, stop bij die brug. Daar kunnen we lambiek helpen. Rustig wacht de onschuldige diepe waterval lambiek's komst af. Godverkoffie, ik word nog zeeziek van dat geschommel van die boot. Ah, daar staan mijn vrienden. Help mij! Help mij! Hé, hey, hoe zit dat kinder op die brug? Gaan jullie mij nog helpen? Kijk jongens, daar komt onze lambiek aan. Hij lijkt in vorm te zijn. Ja, hij heeft een bootje gevonden. Plezierig. Verduiveld! Gaan jullie me nu eindelijk van die rotboot halen? Och, wij dachten zo, als Lambiek de leiding heeft, dan zal hij zichzelf wel kunnen redden ook. Wat? Hoezo leiding? Red mij! Vlug of ik verdrink! Haal mij hier toch af, vrienden! Vlug! De rand van de waterval! Haal! Haal! Te laat! Wel, Lambiek was wel een goede vriend, maar dit doet me echt niks. Ja, die is weg. Opgeruimd staat netjes. De bandieten. Ze hadden een hangmat gespannen om me te redden. Ze wilden me de les spellen. Ik ben echt bang geweest, hoor. In paniek. Maar ik heb het nu wel begrepen. Ik loop altijd zo hard van stapel. Altijd eigen gereid en verwaand. Je kent dat wel. Ja, Lambiek. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, zegt men wel eens. Je kon echt onuitstaanbaar zijn, weet je dat? Altijd maar de leider willen spelen. Dat is allemaal afgelopen. Vanaf nu ben ik de nederigheid zelf. Zeg, vrienden. Ondertussen vergeten we wel dat die vervelende spoken er weer vandoor zijn. Vooruit, schiet op. In gevechtsuitrusting erachteraan. Ik heb ze horen zeggen dat ze de trein zouden nemen. Snel de auto in en achteraan. Ik ben de beste chauffeur. Ik neem het zuur. Excuseer. Rij jij maar, Sidonia. Jij stuurt bijna ongeveer mogelijk misschien wel even goed als ik. Onze vrienden zitten hen dicht op de hielen in hun snelle wagen. Ze hebben ons te grazen genomen. Onze ganse broeder is nog in macht. Geen nood. We zullen eerst met de baronet afrekenen. Ze zitten op de trein. Dat wordt een strijd van trein tegen auto. Het is maar een goederentrein. Die halen we zo in. Aha, met de trein is het altijd een beetje reizen. Zelf. Nu we de machinist uitgeschakeld hebben, kunnen we hier rustig onze zin doen. Sorry, onze achtervolgers komen dichterbij. Daar moeten we iets op vinden, kameraden. We hebben ze bijna. Laat me even door. Ik ga boven op de motorkap zitten. Sneller, sneller. Haal alles uit die oude rammelkap wat eruit halen kan. Lambiek. Zo'n dwaze experimenten zijn echt niet voor iemand van jouw leeftijd. Wat Rambo kan de Lambiek ook. Ik heb enkele staafjes dynamiet gevonden, broeder. Eens kijken wat ik met de staafjes kan wat dynamiet in de ketel gooien. Nog wat gas, Sidonia. Dan kan ik op die wagon springen. Goed, Sidonia, ik spring. Hebben jullie dat gezien? Een fantastische kangoeroesprong. Doe niet zo gek en stop die trein. Ik zal Sidonia eens wel laten zien. Gek doen. Wat denkt ze wel? Bij alle lasten, tongen. Die kale dikte komt eraan. Dat belooft problemen. We moeten iets bedenken om hem uit te schakelen. Hij is te gevaarlijk. Geen nood, edele kornuiten. Stel je volste vertrouwen in de dynamiek dat zo dadelijk zal ontploffen. Wordt de locomotief ontkoppeld van de wagons. Lambiek komt te laat. Jan Dori, mislukt. Jammer. Ja, nu zijn ze er voorgoed vandoor, tante. Oké, mijn excuses omdat ik die vermaladeide spoken niet kon tegenhouden. Ze hadden me liggen. Wat wil je met die dynamiet? Nu kunnen wij ze ook niet meer inhalen. Hun snelheid is te groot. Dat is het. Die dynamiet brengt me op een idee. Ons Wiske zal wel weer een idee hebben dat het gek is om los te lopen. Ik ken die invallen van haar. Wiske heeft wel eens meer goede ideeën, hoor, zuske. Laat haar maar doen. Hallo, spoken. Hier jullie achtervolgers.
stop eens eventjes. Wij zouden willen onderhandelen. Interessant idee. Dan kunnen jullie ons inhalen, hè? Zeg eerst maar wat jullie voorstel is. Luister. Jullie hebben dynamiet, wij niet. Als jullie alle springstof in één keer opstoken, laten wij onze gevangenen vrij. Dan kunnen we daarna op gelijke voet verder strijden. Oké, dat hoor ik graag. Afgesproken. Wij stoken alle dynamiet in één keer op. Geniaal hoor, Wiske. Onze gevangenen vrijlaten voor wat opgestookt dynamiet. Waar zit je met je gedachten? Maar natuurlijk, mijn baasje. Denk eens na wat er met al die dynamiet in die warme ketel zal gebeuren. Wiske had gelijk. Dat is het eindstation voor de stoker. Een explosief lamp. Daar moet je inderdaad Wiske voor eten. Ze liggen allemaal nog oud. We moeten ze alleen nog in de zak stoppen en daarna in de koffer van de auto. Voort maken, Sidonia. Dan kan ik de barones bellen dat ze niet langer ongerust moet zijn. Hallo, barones Lambert de Rodeldaal aan het apparaat. Hallo, mevrouw de barones. Hier Lambic. Meneer Lambic. U hoeft zich geen zorgen meer te maken. We hebben de spoken. Formidabel, Lambic. Hier slaapt Jérôme nog steeds ongelooflijk. Hij kan snel hierheen. Maar laat de spoken niet ontsnappen. Zeg, waar blijft Lambic? Hij is met het halve land aan het bellen, zeker? Zo, dat is in orde. Ga jullie maar een stukje eten terwijl ik bij de auto de wacht hou. Moet je dat zien, hoe die poes speelt met dat muisje? Ja, ja, dat is het recht van de overwinnaar, zo gaat dat. Eigenlijk ben ik ook een overwinnaar. En ik verveel me hier stierlijk. Als ik ook eens met wat overwonnen spoken ging spelen. Het recht van de sterkste. Van de natuur. Wat over en weer rollen, de overwonnen gronden bestuderen. Zo, een beetje naar rechts. Ze laten denken dat we toch kunnen vrijkomen. Dan echter klaarmaken voor de laatste genadeloze sprong. De ultieme krachtmeting. Nog eventjes aanstaren en dan... Potver koffie. Ik heb heel wat uitgehaald. Dat durf ik nooit aan Sidonia vertellen. Lambic, het was lekker hoor. Een hemelse maaltijd. Ga jij nu maar wat eten. Je hebt het verdiend. Nee, Sidonia, dank je. Ik heb plots geen trek meer. Lambic, zo ken ik je niet hoor. Jij slaat ook nooit een lekkere maaltijd af. Wiske, als ik nu gewoon geen trek heb. Ja, laat ons dan maar verder rijden. Een kalm ritje naar het kasteel van Rodeldaal. Toch goed dat we die spoken konden overmeesteren. Nu hoeft de barones nergens meer bang voor te zijn. Als die spoken haar konden plagen, zou dat een echte ramp zijn. De barones zou dat nooit overleven. Ze heeft misschien wel kwaad gedaan in haar leven, maar ze verdient het niet om daar zo zwaar voor gestraft te worden. Ja, zo is alles nog het best. De spoken gevangen, zodat ze rustig verder kan leven. Sidonia, zou jij kwaad kunnen zijn om iets wat ik niet gedaan heb? Natuurlijk niet, Lambic. Hoe kom je erbij? Wel, ik heb mijn plicht niet gedaan toen ik de spoken moest bewaken. En er zijn er twee ontsnapt. Wat? Maar dan is de barones in doodsgevaar, weet je dat? Ja, zo denk ik er ook over. In vliegende vaart rijden onze vrienden verder naar Rodeldaal om de barones te helpen. Ondertussen zijn de twee ontsnapte spoken bij het kasteel aangekomen, waar ze de landloper ontmoeten. Eindelijk is het uur van de wraak aangebroken, na zo lang wachten. We kunnen niet in het kasteel. De barones heeft zich opgesloten. Dat is zo. En de geheime gang is ook afgesloten. Maar laat dat maar aan mij over. Ik smokkel jullie wel binnen. Een pakje? Wat zou daarin zitten? Wat, Sidonia? Twee spoken ontsnapt? Mon dieu! Gelukkig heb ik hier alles goed afgesloten. Kom terug! Ik ben hier alleen met Jérôme en die slaapt maar door. Wees, bibberende barones. Uw lastertaal heeft ons hierheen gebracht voor het uur der vergelding. Help! We zullen je starren in vlammen tot je een omzweeg. Of staat Jérôme? De spoken zijn er. Was te verwachten. Barones best testament maken. Ik vlucht snel het kasteel uit, dan kunnen ze me niks meer doen. Het zal haar niet lukken, kijkertjes. Let maar eens op.
De barones rept zich naar de grote poort, maar... Ieder raam, ieder deur die dicht is geweest. Ze kan nergens heen. Opgesloten en overgeleverd aan de spoken, rent de barones naar haar kamer om zich te verschansen. Moeten we haar niet achtervolgen, edele fornuit? Vrees niet, ik heb een verrassing geprepareerd. De klassieke emmer water op de deur doet het nog steeds. Parbleu! Zie je wat ik bedoel? Hier een emmer water op de deur, daar een ander grapje. En zo doorgaan tot de zenuwen het begeven. Wacht maar, schorrimorrie. De barones van Roddeldaal zal zich verdedigen. Eruit en vlug. We gaan al, vervelende tante. We gaan al. Wat een vermoeiende bengels. Even 5 minuten op bed liggen. De vloer onder het bed wegzagen en de springbak losmaken. Al een goed idee. Wat een vals zeg. Oh, mijn arme hoofd. Ik verga van de hoofdpijn. Haha, ik weet al wat ze nu van plan is. Dit wordt graven. Een aspirine zal wel helpen. Hoera, mijn valkenbroeder. De spoken van de laster zegevieren. Ellendelingen, nu is het wel het jod. Ik zal jullie... Schelmachtige, mijn plaaggeestige verstand zegt me dat ze naar vuurwapens zal grijpen. Maar ik heb dat voorzien. Die van Laver de Roddeldaal zijn altijd goede jagers geweest. Hallali, hallalo. Ik heb de loop vol met cement gestopt, bange kornuit. Hier zie, ik pomp hem vol lood. Oh, lachen zal hem vergaan. Joepie, het is een vogel voor de kat. Nog even ons schelmen vernuft inspannen, zodat ze geen minuut rust kent. Buiten luistert de landloper tevreden naar de exploten van de spoken. Zijn wraak is zoet. Ondertussen razen onze vrienden verder op weg naar het kasteel van Roddeldaal, waar de barones ten einde raad is. Scheer jullie weg, vermaledijde! Wat? Stoppen met karren en platen? Dat kunnen we echt niet maken. Houd toch op, ik ben gebroken. Ik moet rusten, rusten. Had je maar gedacht, edele Roddelaarster. Broeder, laat het servies aanrukken. Hier ben ik voor een rechtstreekse aanval op de trommelvliezen. Zij zijn de klokken van de zier. Slaat het aan die trommelvliezen. Zij zijn de klokken van de zier. Slaat het aan die trommelvliezen. Zij zijn de klokken van de zier. Oh, nu is het genoeg. Genade, ik kan niet meer. Zij zijn de klokken van de zier. Laat het aan die trommelvliezen. Hou op, bengel. Ik kan het niet meer aan. Ze gaan er flink tegenaan. Het ware misschien beter dat ik haar alles vergaf. Een slagje links en een slagje rechts en de baronet wordt gek. Nog een solo met stok en lippen en ze hebben onder de toon. Laat me rust, ik kan dit niet langer verdragen. De landloper heeft vroeging gekregen en snelt de barones te hulp. Wij zijn de spoken van het plagen en het sarren. En sarren zullen we. We kunnen niet anders. Ik heb me bedacht. De barones heeft nu al genoeg geleden. Niet, wij weten van geen ophouden. Plagen is onze lust in ons leven. Maar genoeg is genoeg en nu is het genoeg. Te laat. We zijn door jou in het leven geroepen om te sarren en plagen. En dat doen we dan ook. Tot het bittere einde. Oh, wat lekker zit hier. Wel, ziet er zo slap uit. Moet meer melk drinken. Hier zoveel lawaai. Barones bezig met verbouwingswerken. Jerome, dat zijn de spoken. Bedwing hen, ze mogen hier niet mee doorgaan. Ook flauwe. Eerst boel op stel te zetten en dan stoppen. Barones krijgt wat ze verdient. Jerome, kom eens hier, ventje. Schandelijke harte diefje. Jerome, ons wiske zou zeggen geen kwaad met kwaad vergelden. Schandelijke braaf popje. Jerome kan les begrepen. Jerome is de kwaadste niet. Je moet hem kennen. Hij heeft niet eens mijn trucje met schandelijke doorzien. Landloper kwaadste niet. Dacht dat ik hem niet in de gaten had. Spoken even opruimen. Op dat ogenblik komen onze vrienden aan bij het kasteel en snellen ze angstig naar binnen met hun buit. Hier is de boosdoener zitten, wraakzuchtige schavuit. Ach, hou op, Lambiek, ik wil niet langer wraken, ik zal mijn zuster vergeven. Jerome rekelt al af met de spoken.
is krachtig model. Zuigt werkelijk alles. Zelfs spoken. Tot uw dienst, mevrouw. 2 in stofzuiger, 4 in zak. Marie-Henriette Lamère de Roddeldaal. Ik schenk je vergiffenis. Henri-Joseph Lamère de Roddeldaal. Dat is mooi. Maar wat doen we nu met de spoken? Kunnen ze misschien aan de zoon van Antwerpen geven, tante? Yes. Wat gebeurt er nu? Ze verdwijnen. Begrijpelijk, Miske. Waar vergiffenis geschonken wordt, wijkt het kwaad. Bedankt voor alles. Jérôme, als je wil, mag je voor altijd in mijn dienst blijven. Zal niet gaan, barones. Eigen haar is goud waard. Bovendien is het Jérôme's beurt om de afwas te doen. Zeg, Jérôme, schuif eens wat op. De kleerkast van jou beneemt alle plaats. Big eerst goed opzetten. Zon weer kaatst de kaalte. Recht in oogjes van Jérômeke. Doe ze dan dicht. Zijn al dicht. En nog last van schittering.